gevallen vesken is mooi gebeurd. Een keel die van Kilder kwam en nog in Berkel woont. Die had zo als jongste een klein hondje. Van Broom was die. Of Boers. Boers was. Van Boers uit Kilder kwam. Kan ook van, ja, kan dat van nu, van Boers uit Kilder. En dat hondje was zo zuur, het hondje weer over met hen om. Ook nog tegen het huisje. Je kent wel die huisjes van vroeger. Nou, Olderlu kent dat nog. Met de graafschapboden aan zulke stukken. De paardjeskranten enzovoort enzovoort. En door is dat hutje jammerlijk verzoppen. Het hutje! Ja, nee, dat kan anders. Ik kom van deze, dat kan anders. Ja, nog een keer en laat horen dat. Het moest egaal dan ook horen. Dan wordt ze jaloers op Burg. Beëindigd een keer. Oh,
Vi var på sand, hand i hand. Vi er vekker in het frust. Trek onze lieve in de brand. We bouwen stoer, hard en droog. De kinderen weer. Of je gaat met de duim met de vingers een beetje een trommel in de boek zitten. Ja, of je doet met de voertje een beetje mettikken. Dat is ook al aardige participatie. En aan uw zin hebt, is hier nog ruimte. Ik kan dansen met een rolstoelrijder. Nou, dan heeft er even lieve beneden aan. Of je kunt ook dansen met een jong of met een neer. Of met een neer of met een jong. Kiepen dat maar uit. LHBTO enzovoort. Enzovoort. Vuurtje, vuurtje. Maar met Juliana, met Wilhelmina, ik heb dat met Wilhelmina ook nog meegemaakt. En met Beatrix ook nog. Hij doet postzegels vandaan. Dan kon de koningin van achter lekken. En ik heb ooit een keer weer liever in Dinksberg. Heb ik één groot vel postzegels gekocht. Van Juliana. En ik ben naar de zee gekomen en ik heb er wel een half uur zitten.
Emmer lekker, emmer lekker, emmer lekker. Het feestje met ook een hek en ook een lekker de kunnen gingen wachten. Ja, hoe mogen we dat nou zeggen? Toch wel, of niet? En dan naar de kermschool in de hel, is dat toch wel anders als we alleen naar de kermschool in de Aalen. Haar gehoord is weer. Een drugschauffeur. Sure.
zee. Ik wil trouwens ook even voorstellen aan onze invaldrummer. Die is van Jansen. Van Schoester Jansen in Loof. Dus flink applaus voor Colin Jansen in Loof.
nummer is 101. Hij meent dat 100% in onze hand zit aan Kiel of aan vrouw. En je komt dan weer thuis. Oh, wat is dat nu? Nog niet, dan denk je wat 100%. 101. Kent de oude zeker en de jongen ook wat. En die oude moet dan maar op die eentje nog even aankijken. Thank you.
Zo, dames en heren, dat jullie natuurlijk wel hier nog stoort, maar jullie stonden natuurlijk niet voor ons. We hadden helemaal uit Italië, hadden we Marco hier op aan gehad. Marco Tamburino, burgemeestro van Darkum. Ja. Dus, onze burgemeester, althans ik kom van, ja, zo'n beetje van de kant van. En ook door hebben we een burgemeester. Niet alleen op de kleintjes kan, maar ook niet in Weel en Voorlandenhof. Heel Darkum heeft een burgemeester. En wat voor u? Dat geeft over ons, geeft er een liedje met zich. En dat geeft erover hoe je van het arm vanaf perron 7b zo in vertuchtelijke langzaam aan. Via Duven en via Weel en via Dirk van allemaal weer. Dan eindelijk ook een keer in Dorfman. Dus ik denk, hij welkom en burgemeester. Denk je dat hij het refrein met zich. Dus luister goed, hier denk ik is er niet. Maar Hans, kan het ook zo wezen dat de rest ook met je met houdt? Want als ik dat alleen doe, dan wordt het niks. Kun je een beetje mee, het is niet zo moeilijk. Ja, iedereen doet mee, ja. Want het is dat komt zo. Dat kan terug zijn, hè? Ja. Een heel ingetogen voorspel, dus ik zal zeggen. Even allemaal de hand voor je boek. Kikkers in elkaar. Thank you.
natuurlijk ook een invaller, Hans Keuper. Bedankt. Dames en heren, hoe was het? Ik zeg, hoe was het? En dank jullie wel, Albert Beerder ook. Ja, Albert komt eraan, onze voorzitter. Het is mooi dat jullie voor mij applaudisseren, jongens, maar dit is niet mogelijk zonder dat er een organisatie hier is. En een hoop mensen heeft hier heel veel tijd en energie in gestoken. En Albert is hier de voorzitter. Groot applaus! Ik realiseer me niet dat je zo lang bent, man. En wat ongelooflijk fijn dat jullie er allemaal zijn. Geweldig. Ik wens jullie allemaal een fantastisch stadsfeest toe. Officieel moet Mark kunnen openen, dus dat gaan we nu doen. Maar ik word aan jou, maar geweldig. Sterkt ons als organisatie dat we dat grandioos aangepakt hebben. Fijn. Jongens, ik vind het fantastisch. De laatste keer dat ik voor zoveel mensen stond, dat was toen de Graafschap promoveerde naar de Eredivisie. Ja, dus dit hoop doet leven, moet ik maar denken met elkaar. Ja, Hans zei tegen mij, het is mooi dat je een praatje houdt, maar er zit echt helemaal niemand op te wachten. Dus zing maar een liedje met ons mee. Dat heb ik gedaan. Er is mij één ding. Allemaal heel, heel veel plezier. Hebben jullie er een beetje zin in? Heb je er een beetje zin in? Ja! Jongens, een heel fijn stadsfeest. Hou het veilig, maak het mooi en maandag vroeg weer op. Zet hem op. Pauze.